Ik denk dat we de verantwoordelijkheid voor het tempo van de energietransitie niet zomaar aan de consument kunnen geven. De consument gaat natuurlijk reageren op het beleid. En heel belangrijk is dat eigenlijk ons beleid vooral die marktkrachten wil bijsturen via incentives, prijsinstrumenten, maar ook allerhande subsidies. Eigenlijk, de vraag is natuurlijk, wie kan reageren op allemaal die prikkels? Een groot deel van de bevolking weet dat de woning niet energie-efficiënt is, maar heeft niet de middelen om die te kunnen renoveren naar energielabel A. Dus eigenlijk dit beleid van marktkrachten corrigeren botst op beperkingen zoals financiële barrières, maar ook heel veel informatieproblemen. We moeten, denk ik, ons beleid wat grondiger evalueren. En dan ook in bepaalde sectoren durven pleiten voor directe marktinterventie. Bijvoorbeeld, als u een nieuwe televisie wil aanschaffen, u gaat dan naar de winkel en u denkt dan, ja, dat zijn allemaal natuurlijk energie-efficiënte toestellen. Dat klopt min of meer, maar je hebt ook binnen toestellen met energielabel A grote verschillen in het verbruik. En de vraag is dan, moeten die toestellen met een vrij hoog verbruik in de markt blijven? Ik vind dat geen goede situatie, want als die worden gekocht, die worden 10 tot 15 jaar gebruikt. En dus je hebt een sterk uitgelokt energieverbruik door het tolereren van eigenlijk inefficiënte technologie in onze moderne maatschappij. Maar we moeten ook kijken natuurlijk naar de zeer positieve evoluties in een paar sectoren. Dan komen we altijd terecht op het grote innovatiepotentieel en de flexibiliteit van organisaties. Iedereen weet, er is een belangrijke klimaatuitdaging. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dus wil je in die markt een rol blijven spelen, dan moet je ook tegen dan klimaatneutraal zijn. Dat geldt dus voor alle private organisaties, maar ook voor publieke organisaties. En dat onderschatten we eigenlijk. De energieleverancier gaat denk ik in de komende jaren meer de vraag krijgen van de industrie, maar ook van KMO's, om hun te begeleiden in hun individuele net zero agenda. Dus je moet denk ik als energieleverancier de vraag stellen, wat wil je op termijn vooral in de markt gaan zetten? Alleen het product zelf? Of wil je ook expertise kunnen aanbieden om uw klanten te begeleiden naar decarbonisering op lange termijn? En dus die kennis die heeft denk ik veel economische waarde. En je kan dus als leverancier ook uw klanten proberen te ondersteunen in dat traject.